Goed dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn tweede Sora kanaal. Jongens, Sora heeft vandaag hun World Cup mode net uitgebracht. En het leek me leuk om die video te maken waarin ik mijn draft ga maken. Waarin ik mijn World Cup team ga samenstellen. En jullie even wat meer informatie ga geven over de World Cup. Sora heeft tot op heden nog niet heel veel informatie gegeven. Maar het ziet er heel leuk uit en het lijkt voor bijna volledig free to play. Dus voor mensen die nog geen geld in Sora hebben zitten en het gewoon leuk vinden om een fantasy league mee te doen en kansen hebben op veel prijzen, doe dan mee met Sora. Ik ga het je allemaal uitleggen. Hopelijk heb je zin in de video. Doe even een blauwpje omhoog en abonneer op de tweede kanaal. Er zal vast als de video online komt vanavond meer informatie komen. In deze link staat best veel informatie. Die zal ik delen in de beschrijving. En daarnaast zal ik ook een linkje delen van mijn eigen private league. Die kan je gewoon gratis joinen. Het is een soort van extra competitie. Waarin wij dan allemaal met elkaar kunnen meedoen. En ook daarin kan je, geloof ik, prijzen winnen. Als veel mensen joinen, kan ik misschien zelf nog prijzen eraan vasthangen en weggeven. Dat zou leuk zijn. Maar Sora geeft heel veel prijzen weg tijdens de Global Cup, zoals ze het zelf noemen. Hier heb ik daarover even een klein overzichtje om er maar even snel doorheen te spitten. Ja, ziek. In totaal 23 Ethereum over het hele toernooi. Een meeting met Zidane kan je winnen. VIP-tickets voor voetbalwedstrijden. Gesigneerde shirts. Maar ook gewoon normale kaarten en limited kaarten. En dus ook in de private leagues. En biedt zo reg. Even kijken wat dat is. Dat hebben we nog niet gezien. Kan je prijzen winnen. Dus allemaal free to play dit. Niet allemaal trouwens, maar wel veel. Er is veel te winnen. En dat is leuk, want tijdens het WK, je kijkt sowieso. En dat brengt een beetje extra spanning met zich mee. Laten we maar naar de Global Cup gaan. En dan zien jullie vanzelf ook wel een beetje hoe het allemaal werkt. Want ik weet het zelf ook nog niet helemaal. Je hebt dus 100 punten. Je hebt een budget van 100. En daarvan moet je 8 spelers in je selectie zitten. En ja, dat vond ik best wel een lastige klus. Je kan dus ook zien welke landen wel en niet een licentie hebben voor specifiek de World Cup met Sorare. Brazilië heeft er geen, maar Frankrijk, Nederland, Argentinië en ook Engeland bijvoorbeeld heeft er wel één. Maar ik geloof niet dat deze kaarten dan ook apart komen op de markt. Het is alleen maar voor free to play. Het zou nu ook best wel krom zijn als heel veel Engelse spelers nu een limited of een rare kaart zouden krijgen. Terwijl de Premier League nog niet, maar waarschijnlijk binnenkort misschien wel dus op Sora zitten. Dat is een beetje krom. Ik ga hier even goed over nadenken. Ik weet niet of je je teams... Sterling heeft ook een foto. Of je je teams ook kan aanpassen tijdens de World Cup. Ik geloof het niet. Dus we moeten hier wel een goede keuze gaan maken. Maar dat wat ik net zei, dat klopt trouwens misschien helemaal niet. Want hier zijn Argentijnse spelers die nog niet deze design hebben. En hier is een Braziliaanse speler die wel deze design. Ik denk dat het Ederson is of zo. Dus ze lijken eigenlijk van bijna alle landen wel de licenties te hebben dan toch. Ik denk dat het belangrijk is om echt een ziek goede keeper op doel te hebben. Ik ben aan het twijfelen tussen Alisson en Emiliano Martinez. Laten we gewoon Alisson even selecteren. En als tweede keeper dacht ik dan, omdat ik dat wel een beetje moet compenseren, kan ik het vrij makkelijk voor mezelf maken. En gewoon echt een van de selectiekeepers pakken die er maar tussen staan. Want in principe gebruik je toch maar één keeper. In de lijst met keepers staat zelfs bijvoorbeeld een Kiel Scherpen. Dus ja, die is niet eens in de voorselectie geselecteerd. Dus dat is wel apart. Maar voor wie zou ik gaan op deze plek? Ik ga denk ik gewoon voor ook een matig land. Ik vind dat is eigenlijk niet heel slim. Maar misschien heb ik dan kans dat de keeper nog speelt. Maar nee, dat boeit echt niet. Ik laat hem even openstaan. We gaan door naar de defensie. Blind kost 16. Dat is echt ziek. Voor een speler die gepasseerd is bij Ajax. Maar goed. Op het middenveld heb ik er één gepakt. Daar ben ik zeker van. Frenkie de Jong. Ik vind hem relatief gezien, ja, niet super duur. Als je vergelijkt dat Foden, Modric 17 zijn. Nou ja, weet je, op zich is het logisch dat hij minder is. Maar 15 punten voor Frenkie, die hebben we ook. Ik weet niet precies hoe het zit, maar Cristiano Ronaldo heeft nog geen kaart. Zo ontdekken we steeds meer. Ja, hij staat er gewoon niet tussen. Terwijl er wel andere Portugese spelers tussen staan, zoals hier Rafa Leão. Ik denk dat het slim is dat je spelers pakt van landen waarvan je denkt dat ze best ver kunnen komen. Dus ik kan hier dan wel voor Vlahovic, Bill of Pulisic gaan, die wel de sterspelers zijn in hun land, of een Núñez. Maar het lijkt me dan toch wel iets slimmer om bijvoorbeeld voor Bergwijn te gaan, die niet super duur is, maar de afgelopen tijd in Nederlands elftal wel zeker is van een basisplek en best wel kans heeft om wat rondes verder te komen. Op het middenveld kies ik voor Yuri Tielemans naast Frenkie de Jong. Daar heb ik nog 44 over voor de laatste 4 plekken, waarbij ik bij de keeper ook nog eens een hele goedkope ga pakken. Die pak ik alvast, want ja, nu weet ik wel dat het echt niet boeit wie ik hier ga kiezen. Mag ik jullie even zeggen dat Blind de op 1 na duurste verdediger is van het hele platform? Dat is wel ziek om te zien, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Achterin kies ik eerst voor Rudiger. Daar hebben we nog 24 punten voor de laatste 2. Er moeten dus ongeveer 12 per speler zijn.
Hakimi is heel goed, maar ja, Marokko gaat niet ver komen. Veel mensen zeggen dat Timber een basisplek kan krijgen, dus dat zou geen hele domme optie zijn. Maar ik denk dat ik voor een verrassing ga. Ik ga een aanval voor Nkunku, die is met 10 punten, terwijl hij het in de competitie enorm goed doet. En dan zou ik dus ook 14 punten over hebben voor een verdediger. En dan kan ik best wel uit veel goede spelers kiezen eigenlijk. Zo ook Dumfries Dumfries. En dat vind ik wel eigenlijk een hele leuke keuze om in mijn team te hebben staan. Weet je wat, we doen het gewoon. Het leuke aan dit is, je mag maar 2 per land hebben, dat is jammer. Ik neem eigenlijk wel aan dat Jordi Alba altijd in de basis speelt bij Spanje. En die kunnen ook wel redelijk ver komen. Verder, ja, ik geloof dat, ik weet niet wie dit is eigenlijk, deze D. Harry Maguire ga ik ook niet kiezen. En ja, Pau Torres zou ook kunnen. Weet je, ja, Varane kan ook. Varane is alleen nu geblesseerd. Zit wel bij de WK-selectie. En wordt ook verwacht dat hij wel kan spelen. Maar dan lijkt mij Jordi Alba een iets meer zekerheidje. Het boeit allemaal niet heel erg veel. Ik vind het wel een leuk team dat ik heb samengesteld. Dus laten we deze gewoon confirmen. Het leuke is dat je een eigen hand hebt eigenlijk hiermee. In je common competitie. Als je normaal een account aanmaakt, heb je dat niet. Dus maak vooral een account aan via de link in de beschrijving. En dan als je 5 kaarten koopt via de Newcastle Auctions, dan kan je dus ook nog een gratis kaart winnen, een limited kaart. We gaan deze draft confirmen. En dan moeten we nu natuurlijk ook nog gewoon een opstelling kiezen voor onze eerste gameweek. Zieke nieuwe animatie. Op doel gaan we natuurlijk voor Alisson Becker, onze keeper. In de defensie beginnen we, kijk, Rudiger heeft een lage score door zijn prestaties bij Chelsea. Maar ja, bij Duitsland start hij in de basis en dan gaat hij gewoon de nul houden tegen Japan. Op het middenveld gaan we natuurlijk voor Frenkie. In de aanval kiezen we voor Bergwijn. En Nkunku heeft wel een hele hoge score natuurlijk bij Leipzig. Maar we hebben Bergwijn als eerste spits gekozen. De 3 spelers met de hoogste scores bij een club zijn we dan eigenlijk nog over. Nkunku zou kunnen, maar die gaat misschien niet spelen omdat daar natuurlijk Benzema, Mbappé etc. is. Dus ik ga voor Jordi Alba of Tielemans. En kijken we naar de tegenstanders, zijn ze beide niet goed. Ik ga in dit geval voor Jordi Alba. Maar het boeit niet heel veel, denk ik. Ik maak van Frenkie mijn aanvoerder. En die krijgt dan plus 20%. De rest heeft gewoon 0%. En dan is dat mijn World Cup. Je kan ook redraften totdat de matchday begint. Stel je ziet mijn team en je denkt van, die speler wil ik ook hebben. Of ik denk zelf aan de hand van jullie tips. Dus laat het vooral weten in de comments wat ik spelers wil veranderen. Dan kan ik nog altijd andere spelers kiezen. We gaan nu in ieder geval onze eerste league maken. En die kunnen jullie allemaal joinen. Ik heb hem aangemaakt. Jullie kunnen hem joinen via de link in de beschrijving. Zou leuk zijn. Als jullie meedoen, staat ook een code in beeld, kan je ook gebruiken. Daarnaast zijn er ook nog deze international specials, waar je eigenlijk altijd wel een prijs wint in de vorm van zo'n WK kaartje. En bij de top win je dan ook nog eens een tier 3 rare kaart of een hogere rare kaart. Dus daar ga ik ook gewoon aan meedoen, ondanks dat ik eigenlijk alleen maar spelers heb zonder game. Ik mag ze niet eens instellen, zie ik nu. Eigenlijk wel logisch, maar je moet dus 5 spelers hebben die ook echt meedoen met het WK. Daar heb ik mezelf niet op ingesteld. Ik heb alleen Klaasje en Lovren. Dus hieraan mag ik dan nu niet meedoen. Ik hoop dat het voor jullie een beetje duidelijk is hoe de game mode werkt. Het is dus free to play. En de prize pool is best wel groot. Dus per game week is deze. Dus 20 tot en met 24 november gaat deze in. Maar kijk even. Zeg maar de top. Ja, de top 7, onderste 70% krijg je eigenlijk niks. Maar als je een beetje redelijk scoort, zit je wel bij de beste 100.000. Dan krijg je dus al een tier 3 custom series. Dus een World Cup kaart. Die kan je dan gebruiken in de volgende game week van het toernooi. Dus dat is al handig. En een tier 1 common. En dan blijven we eigenlijk zo doorgaan tot de top 5001. Dan kan je dus een star krijgen. Wat heel handig is voor het verdere vervolg van het toernooi. Maar de top 5000 wint al een geldprijs. Hier krijg je al een tier 3 limited kaart. Bij de beste 5000 gebruikers. En je hebt het dus in eigen hand. Omdat je je eigen spelers mag kiezen. Dus hierbij kan je echt een soort van, ja, gokken, je eigen team kiezen. En aan de hand daarvan kan je gewoon al geld winnen. Dus de kans dat je een tierkaart wint, een limited kaart wint, zit er op zich best wel in. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Want ja, nou, dat doen waarschijnlijk wel 200.000 man mee. Misschien nog wel meer. Maar ja, je kan wel je eigen kennis toepassen. En de beste 3 winnen dan natuurlijk ook nog zieke geldbedragen. In de vorm van een paar Ethereum. Ja, dat is veel. Maar goed, meld je dus vooral aan via de link in de beschrijving. Je kan daar ook mijn private league joinen. Hoe je daar nou precies prijzen in kan winnen, dat is mij nog niet geheel duidelijk. Ik heb hem net als pas aangemaakt. Maar dat zal vast nog wel duidelijk worden. Join hem vooral, hij is gewoon gratis. En dan kunnen we zien wie van de kijkers van Twinity het beste is. En als je een nieuw account maakt en nog eens iets extra's erbij wil krijgen, dan kan je dus een account aanmaken via die link in de beschrijving. Als je dan 5 kaarten wint via de Newcastle Auctions, waar kaarten vaak iets goedkoper zijn,
dan krijg jij een gratis limited kaart. Die kan 1 euro zijn, 5 euro. Ik zie wel eens mensen die hebben een kaart van 20, 30 euro gratis. Dat is gewoon echt mooi meegenomen. Want ja, als je het niet doet, krijg je niks. De World Cup modus is op Sorare. Sorry als de video een beetje rommelig was, want ik weet ook nog niet precies hoe alles werkt. Ik ben wel benieuwd hoe het zich gaat uitpakken allemaal. Er is best een kans dat ik nu misschien ook wel denk van ja, ik koop nog wel twee hele goedkope limited kaarten. Zodat ik mijn limited team compleet heb en tenminste nog extra WK kaarten verdien. Want ik heb nu 3 kaarten bijvoorbeeld en ik kan voor een paar euro deze 2 nog aanvullen. Zoiets kan ik ook nog doen. Dus het is wel interessant. Ik denk dat best wel mensen hier aan gaan meedoen. Het is leuk verzonnen. We gaan zien hoe het allemaal uitpakt. Hopelijk vond je de leuke video. Heb je een blauw duimpje omhoog gedaan? Doe je mee met de World Cup mode? Join mijn private league. En dan zie ik jou in de volgende video weer terug.